Hallo kijkers van Hiepte, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Hearts of Iron 4. De vorige aflevering heb ik het meest epische shit wat je ooit kunt krijgen. De Berlin Moscow Axis is echt we hebben het in ieder geval geregeld, dus dat is echt super chill. Even kijken. Sovjet Union is justifying, ja, dit en dat. Oké. Nou ja, we gaan dus in ieder geval even kijken wat we vandaag gaan doen. Sowieso gaan we China even bevrienden. En dan wil ik sowieso nog Desert War daarna gaan doen. En wanneer we dat hebben, dan kunnen we nog eventjes deze twee kanten op. En dan zien we wel. Ze zijn dan misschien communistisch en wij zijn misschien fascistisch, maar hey. Dat maakt helemaal niks uit. Even zien, waar gaan jullie heen? Oh ja, jullie gaan naar Nederland, want daar zitten ze ook. Daar zitten ze namelijk ook al. Maar eerst moeten we even Polen eventjes binnenvallen, zodat het wat makkelijker is om vanuit Rusland naar onze kant te gaan. Ja, zal ik dit doen? Nee, lijkt me niet handig. Ik wil dan niet gelijk met de geallieerde oorlog hebben. Dus moet ik even Polen even kapot hebben. Maar ik denk niet dat het zo'n verstandig idee is om nu al de geallieerde aan te vallen op mijn kant. Ook al dat we Italië nog niet bij ons hebben. Ook al hebben ze al heel veel troepen hier neergezet. Dat is op zich wel fijn, maar... Ik moet er even van zeker zijn dat we... dit een beetje kunnen gaan winnen. Daarom het eerst even Polen kapot. Er gebeurt natuurlijk nog niet even veel, maar ik moet even nog even voorbereiden. Tot de invasie van Polen. Vanaf dat punt. Dan gaan we even de rest even een beetje proberen aan te vallen. Deze die staan. Oh ja, daar. Die staan hier, oké. Nou, die staan bij Denemarken. Nederland. Polen. Volgens mij nog meer Polen, ja. Zijn we nog niet eens tegen Luxemburg of België of wat? Dat moet dus ook nog wel gebeuren. En ik weet niet hoe het met Zwitserland zit. Dat moet dus ook nog. Als we zijn vriendschap even weer wat beter kunnen maken, dat zou wel fijn zijn. Oké, Finland die is wel sowieso kapot. Zweden daarna. En Noorwegen ook. Maar ik denk ook niet dat de Sovjet-Unie natuurlijk volledig is. Zijn krachten namelijk, omdat... het ook niet te maken had met als de Duitsland bijvoorbeeld de Sovjet-Unie binnenviel. Dat was natuurlijk een heel ander verhaal. En hoe de hel krijgt Nederland dit dan weer voor elkaar? Nou, dan moet ook even een aantal divisies naartoe, denk ik. Nou, we hebben het nu gedaan. Top.
Finland is kapot. Mooi. Er zijn ook nog een aantal lekkere encirclements. They know very well what the alternative is. Panzerkampwagen 4. Hongarije, help maar even. Roemenië, help ook maar even. Sovjet-Unie, dat kan nog wel, misschien. Als ze het vragen, dan is het goed. Maar ik denk niet dat ze daar helemaal op voorbereid zijn, dus ik doe het nog maar eventjes niet. Ah, laat ik het maar gewoon doen. Het zal altijd helpen. Daar heb ik iets niet, maar wat? Oké, dat is weer een lekker encirclement voor 5. Zitten hun ook al in de... Oh, yeah. Dat is een probleem. Agressief jullie. Nou, dan zeker had er ook wel aan. Top. Oké. Dat gaat ook wel helemaal kapot daar. Nou, Warschau is ook al wel aan kapot gaan, dat is ook heel mooi. Politieke power, daar hebben we toch al genoeg. Fall of Warschau, mooi. En hoe lang duurt het nog? Bijna klaar. Dan kunnen we even de boel gaan annexeren. Top. Kunnen we deze wel even zien? Dan moeten deze even hierbij. Deze die zetten we even mooi met een grens aan België.
En deze met een grens aan Luxemburg. Wat voor producties zou ik nog meer bij kunnen doen? Oh, deze is eigenlijk ook wel handig te hebben. Zou de Joegoslavië nog kunnen overnemen? Laat ik net nog even doen. Ja. Dat is wel duidelijk. Dan kunnen we straks een alliance met Italië doen, dus dat is ook wel mooi. Northern Transylvania. All of Transylvania. En dan doen we Deutsche. Deutsche? Ja. Ja, dat is een goeie. Okay, deze vliegtuigen die hoeven we eigenlijk daar niet meer te hebben. Die plempen we allemaal daar even neer. Maar als we een alliance met Italy kunnen hebben, dat zal echt super fijn zijn. Maar dat gaat ook betekenen dat we nog wel een beetje problemen hebben. Natuurlijk, maar hey, wij kunnen dan makkelijk dit gebied in. Nou ja, dat is ook een paar. We hebben ook natuurlijk nog met Zwitserland te maken. Ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like of een kanaal. Dus ik vond